Hoi, Shari hier. Vandaag heb ik een toffe laptop voor jullie klaarstaan. Dit is de Huawei MateBook X Pro. Huawei staat het meest bekend door hun telefoons en accessoires. Maar ze hebben ook een aantal toffe laptops uitgebracht. Deze is hier één van. Ik heb de laptop al een tijdje in gebruik en hetgeen wat me meteen opviel is hoe mooi het display is. De laptop heeft een 3K touchscreen, dus een resolutie van maar liefst 3000 bij 2000 pixels. Dit houdt in dat de aspectratio in plaats van de 16 bij 9 of 16 bij 10, 3 bij 2 wordt. Dit is een groot verschil in vergelijking met andere laptops. Ook heeft het scherm een full view design. Dit houdt in dat de randen heel dun zijn. De screen to body ratio is dan ook 91%. De dunne randen zorgen voor een mooi groot beeld op je 13,9 inch body. Over compacte body gesproken, de laptop is echt ontzettend dun. Met een dikte van 14,6 mm en een gewicht van 1330 gram krijg je zeker geen last van je schouders na een lange dag onderweg te zijn geweest met de laptop. En ook zonder stopcontact in de buurt houdt de laptop het vol met zijn batterijduur van rond de 8 tot 9 uur. Wat ook een verrassing was, is het geluid dat uit deze laptop komt. Voor zijn afmeting kan hij flink wat geluid maken. Met 4 speakers, 2 bij het scherm aan de bovenkant en 2 onder de laptop aan het uiteinde van het toetsenbord heb je goed geluid. De Dolby Atmos soundsysteem die erop zit, zorgt ook nog eens voor een ruimtelijke ervaring van het geluid. Over verrassingen gesproken, toen ik de laptop voor het eerst in gebruik nam, moest ik echt op zoek gaan naar die webcam, want ja, waar zit die nou? Maar die zit dus hier. Het was even zoeken, maar er is dus wel een camera aanwezig. Hey! Houd er alleen wel rekening mee dat de hoek van de camera anders is dan wat je gewend bent. Er is ook een fingerprint sensor aanwezig op de aan- en uitknop. Deze kan je gebruiken om snel en gemakkelijk in te loggen. Iets wat natuurlijk niet verstopt zit, zijn de aansluitingen op de laptop. De laptop heeft aan één kant een hoofdtelefoonaansluiting en 2 USB-C aansluitingen. Hiervan is er eentje een Thunderbolt 3 aansluiting. De bovenste USB-C aansluiting wordt ook meteen gebruikt om de laptop mee op te laden. Aan de andere kant is verder ook nog een USB 3.0 aansluiting te vinden. Je ontvangt meteen in de doos ook nog eens een extra dock. Deze, dit is de Huawei MateDock 2. Deze zorgt meteen voor extra aansluitingen, wat natuurlijk heel handig is. Deze is aan te sluiten via één van de USB-C ingangen en zorgt ervoor dat je een extra HDMI en VGA aansluiting krijgt. Ook zit er een USB-C aansluiting op, zodat je geen USB-C aansluiting hoeft op te geven. Aan de achterkant vind je ook nog eens een extra USB-A aansluiting. Genoeg aansluitingen dus voor veel verschillende accessoires. Verder zijn er ook nog eens twee verschillende modellen beschikbaar. Laat ik meteen beginnen met de specificaties van het model dat ik hier heb liggen. Het model die hier staat heeft een Intel Core i7-8550U. Ook beschikt hij over een 512 GB SSD schijf. Verder heeft de laptop 16 GB RAM geheugen en een GeForce MX150 videokaart. Als je veel processorintensieve taken uitvoert, zoals bijvoorbeeld multitasken of video editen, is de laptop een goede keuze voor jou. De sterke processor en het mooie scherm maken de laptop heel geschikt hiervoor. Maar ook als je een laptop wilt met net dat extra pit, zodat jij je taken soepel uit kan voeren, nou, dan is dit een hele mooie keuze. Er is ook een basismodel beschikbaar met minder krachtige onderdelen. Voor minder zware taken is dit een mooi alternatief. Nou, als jij net als ik verrast was door die leuke vingerafdruksensor, maar ook die verstopte webcam, hoor ik het graag in de comments beneden. Laat daar meteen je vragen achter als je die ook nog eens hebt. Vergeet ook niet een like te geven als je de video leuk vond en abonneer op ons kanaal als je meer van dit soort video's wilt blijven zien. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.